Duurzaam leven komt tegenwoordig overal terug in onze dagelijkse bezigheden. We willen groener en bewuster leven. Toch wordt de kledingindustrie soms nog gezien als een milieu-onvriendelijke branche. Maar daar heeft Trendy Woman in Wateringen een prima oplossing voor bedacht. Ja, René, je bent eigenaar van deze modezaak. Wat is jullie doelgroep en wat voor kleding verkoop je allemaal? Wij verkopen damesmode en onze klantengroep is jong en oud. We verkopen voor moeder en dochter eigenlijk. En soms is de dochter 25 en soms is de dochter 40. Ja, als ik zo rondkijk, verkopen jullie niet alleen kleding, toch? Nee, dat klopt. We verkopen inderdaad een hele outfit. Dus sjaals, tassen erbij, schoentjes of sneakers en een leuk kettingtje. Compleet plaatje. Een heel compleet plaatje, klopt. Er zijn er natuurlijk heel veel modezaken en ik kan me voorstellen als eigenaar van zo'n kledingwinkel dat je wel op wil vallen. Hoe doe jij dat? Nou, we zijn heel druk natuurlijk met inkoop bezig in binnen- en buitenland. En elke winkel heeft natuurlijk zijn eigen handschrift. En wij reizen inderdaad naar fabrikanten om inderdaad leuke en nieuwe items binnen te krijgen. Ja, en ik zag net achterin de winkel ook een gezellig hoekje, toch? Ja, we hebben inderdaad een leuke fashion lounge waar je inderdaad een lekker kopje koffie kan drinken, cappuccino of een lekker glas water. En af en toe verleid ik inderdaad de dames om daar gewoon even gezellig plaats te nemen. En ik heb begrepen dat jullie je inzetten voor duurzaamheid, hè? Duurzaamheid inderdaad, dat is voor ons ook heel belangrijk. Hè? De wereld van morgen, de toekomst. De mode is niet de allerschoonste branche zoals we kennen. Dus we hebben onlangs de campagne Save the World gelanceerd. En we hebben een swapbox. Wat is de swapbox? De swapbox is een kledingautomaat. Loop maar even mee, dan laat ik het je even zien. Oké, prima. Zo, kijk eens aan. Wat een professioneel apparaat, joh. Ja, dit is hem, de swapbox. En waar staat swap precies voor? Swap staat voor Save World's Original Properties. Dus ga goed met de grondstoffen van de wereld om. Ga goed met de wereld om. Ja, en hoe werkt de machine? Het apparaat, het principe is heel gemakkelijk en we kennen het allemaal. Het is net zoals een flessenautomaat bij de supermarkt. Ja, dat lijkt ook maar een beetje. Maar deze is voor oude kleding. En je stopt er je oude kleding in. Het apparaat scant de kleding en waardeert de kleding ook. En geeft jou een 15% kortingsbon. En dan hoef je alleen maar te accepteren en op de knop te drukken. En dan krijg je een bon waarmee je met korting kan shoppen. En wat zijn je ervaringen tot nu toe? Wordt er gebruik van gemaakt? Nou, heel erg. De klanten zijn dol enthousiast. We hadden gisteren bijvoorbeeld een dame die kwam met 3 vuilniszakken op de fiets. Zo. Ik zeg, nou mevrouw, dat is wel gevaarlijk. En ik heb haar geholpen inderdaad die kleding in de machine te zetten. Erin te proppen, die 3 zakken. Ja. En wat gebeurt er met die kleding na de hand? De oude kleding wordt gesorteerd. De draagbare kleding gaat naar ontwikkelingslanden. En de oude kleding waar bijvoorbeeld een gat in zit, wat niet meer draagbaar is, dat is weer grondstof voor nieuwe producten. Dus je hebt er best wel wat extra werk van, zo naast je winkel. Ja, inderdaad. Ik ben er heel druk mee bezig. Maar het is ook voor het goede doel natuurlijk, hè, voor een betere wereld. Met elkaar maken we dan, hopen we het verschil te maken. Oké, maar nu? Ik wil het natuurlijk ook uitproberen, maar ja, ik heb geen oude kleding bij me. En ja, om nou mijn broek uit te gaan trekken en in mijn onderbroek te gaan staan, vind ik ook zo wat. Ik begrijp het. Ik haal even een jeans voor je, oké? Oh ja, leuk. Nou, dit is mijn oude jeans. Ga je gang. Een proefexemplaar. Kan hem gewoon instoppen? Ja. Hup. De machine scant. Je krijgt een korting van 15%. Ja. Accepteren, maar natuurlijk accepteer ik dat. Ja, oh, en hij is ook verdwenen ook. De broek verdwijnt en dan heb je een kortingsbon. Nou, geweldig. Ja. René, ik ga gelijk shoppen. Graag. Dankjewel. Jij bedankt.